dankjewel. Ga graag de toren, want de trainer is al binnen met de hoogheid. Ik wil graag Prins Alfredo, de 17e, en zijn gevolg veel succes wensen en plezier wensen voor de komende tijd. Dankjewel. En wij hopen dat wij en uw gevolg deze dagen nog regelmatig tegen gaan komen. Hossa! 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 Donderbazendorp, laat ik beginnen met u te feliciteren met ons gouden jubileum, 55 jaar Donderbazendorp. Baas en bazinnen, ook thuis een hele fijne carnaval toegewenst namens prins Jasper en namens prins Alfredo de 17e. Hele fijne dagen. Hoogheid! Dan moeten jullie stil worden. Hoogheid, meneer de adjudant, over wethouder Kranenwet vertelt dat hij ze niet allemaal op een rijtje had. Dat het een beetje een sulletje was. Oh jee. Nou, hoogheid, ik moet u zeggen, dat is niks van waar. Hij heeft mij van de week nog een verhaal verteld dat hij 's nachts wat vroeger van een vergadering thuis kwam, in bed ging liggen en tegen zijn vrouw zei: volgens mij liggen we met drieën in bed. Toen zei zijn vrouw: dat is niet, ga nou maar lekker slapen. Hij zei: we liggen met z'n drieën in bed. Nee, zei zijn vrouw, ga nou slapen. Hij gaat zijn bed uit, want hij wou die voeten tellen. Dus hij ging tellen: 1, 2, 3, 4. Oh nee, zei zijn vrouw, het klopt toch. En hoogheid, over wethouder Brands werden ook veel onwaarheden verteld. Onder andere dat hij de Nederlandse taal niet goed beheerst. Hij komt uit Tilburg, daar kan hij zelf ook niks aan doen. Maar af en toe maakt hij een klein taalfoutje. Zo stonden we ter voorbereiding van de carnaval in de kroeg. Ik geef een rondje, de wethouders geven een rondje, iedereen geeft een rondje. Toen zegt wethouder Brands: en nou ene van ikke. Ik zeg: Ben, het is mij. Nou, een van mij. Oh, zit hij, dat is ook goed. Ik heb voor u beiden een cadeau. Vorig jaar een grote foto. Dit jaar voor het thema. Maar wat we natuurlijk niet willen, is dat een hoogheid op as woensdag naar een oogcorrectiekliniek moet, omdat hij zo last heeft van al het fonkelen. En daarvoor heb ik voor de kleine hoogheid en voor de grote hoogheid een rood-wit-gele en een blauw-gele. Kan jij dat er nog uitknippen? Ben u de burger? En nu kan het, nu wij de sleutel hebben gehad, kan het hier losbarsten in Donderbazendorp. Maar één ding garandeer ik u: de bos blijft van Donderbazendorp af. Nog twee kleine stukjes krijgen ze. Ik ben daarom heel trots dat ik dit jaar weer voor de vijfde keer burgervaarder mag zijn. Eerste burger, je probeert altijd het gevoel, carnavalsgevoel te krijgen en dat je een geboren en getogen Oeterdonker bent. En voordat je dat gevoel krijgt, moet je eerst nog een aanzet krijgen of een aandraai. Nou, ik heb iets voor je meegebracht dat je zeker het gevoel van Donderbazendorp zult kunnen krijgen. Als je hier genoeg gebruik van maakt, het is een spraakwater. En spraakwater heeft u waarschijnlijk niet meer nodig. Maar wel in ieder geval om het gevoel te krijgen van carnaval. Hier in Donderbazendorp, alsjeblieft.
9 kan pas goed beginnen als Boris en Broda over ons waken. Mag ik een harde tromgeroffel? Het jeugdcarnaval nu voor geopend. Ik heb gezegd. Hossa, 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 hey. Hossa, 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 hey. Lieve baasjes en bazinnetjes, het jeugd bij me. En graag, ik sta dan ook te popelen om het carnaval 2009 te openen. En ik wil eigenlijk met hoogste spoed aan mijn gevolg vragen, onze broeders zijn oogstjes te laten fonkelen. Laat hem maar komen. Daar is hij, ja. Lieve mensen, bij deze. Het carnaval 2009 is geopend. Ik wil u graag uitnodigen mee te gaan naar mijn Prinsenhof. De proclamatie van onze artiest aanhoren en mijn troonrede. En daarna beloof ik u dat ik een vat bier weggeef. Dus haast u naar binnen en het komt allemaal goed. Nogmaals, allemaal hele fijne carnavalsdagen toegewenst.